Hallo, einen heel goeden Abend of einen heel goeden Dag aan Vlaanderen en ik zal zeggen zo ongeveer de rest van de wereld. Waarschijnlijk ook Nederland, daar kijken misschien ook een paar mensen toe. Jörg van Jockler 66, Uur van de Waarheid of Hour of the Truth, maakt niet veel video's in Nederlands. Nee, dat is waar. En sinds dat die relatie met Perry ergens een keer opgelopen is, ik weet niet waar, hij heeft ineens die contact gestopt, maak ik ook geen regelmatige video's in Nederlands meer. Daar komt misschien ooit een keer verandering in. Dat is, Perry is misschien ook een onderwerp om te spreken met mijn gast vandaag. Ik heb nog naast Perry, die ik vroeger al heel veel zendingen mee gedaan had, nog twee andere christelijke broers in Nederland. En de ene is Jelmer, die ik al heel lang niet meer gesproken heb, die heel veel met mijn Amerikaanse vriend Brad Norman en ook mijn Duitse vriend Michael spreekt. En de tweede is Arnoud Kersten. En dat zegt jullie van mijn kanaal waarschijnlijk niet al te veel. Maar Arnoud is een notorious Christian, zoals hij zichzelf noemt. En dat zult u ook al direct zien als je zijn beeld ziet, wat hij gekozen heeft om te laten tonen. Niks aantrekken van dat masker heeft niks met corona te doen, maar dat zal hem allemaal wel zelf uitleggen. Arnoud is in elk geval een heel toffe kerel, een broeder in Christus en iemand die heel veel werk al voor de kerk van Jezus Christus hier op deze aarde verricht heeft. En wat voor werken dat zijn, ook daarover zullen we vandaag een keer praten. Het is gewoon een babbeltje waar wij allebei ons eens een beetje voorstellen aan het publiek, want eerlijk gezegd, in Vlaanderen kent ons eigenlijk niemand. Toch tenminste niet wat Vlaams spreekt, want die video's van Perry zijn nooit niet veel bekeken geweest. Het is tijd om Arnoud voor te stellen. Hallo Arnoud, the Notorious Christian. Welkom bij Hour of the Truth. Hoera. Ja, dankjewel voor de introductie en goede avond allemaal. Het gaat goed, het is lekker weer. Ik heb net even een duikje genomen in het meer hier in de buurt. Dus ik voel me prima. En ja, leuk om een keer bij jou in de uitzending te zijn. Ik moet jou bedanken voor al het goede werk wat je allemaal gedaan hebt samen met de andere broeders Tom Vries, Brad Norman, Michael en hoe heet die? Sorry, ik ben even zijn naam kwijt. Waar ik momenteel mee bezig ben, onder andere de Duitse Gerald of Victor in den tijd die vertaling gedaan heeft ook van Heersers van het Kwaad. Ja, ik heb het gezien. Herrscher der Böse is het, geloof ik. Herrscher des Bösen, ja. Dat is de titel in het Duits. Rulers of Evil, dat is in Engels. Ik ben dan een keer mee begonnen met Perry dat boek simultaan tijdens het Engels lezen te vertalen naar het Nederlands. Was interessant, was bijna grappig om te zeggen, want dat was nogal, ik zou zeggen, van heel onprofessioneel. Maar we hebben het toch geprobeerd en een paar kapitels gelezen op die manier. Maar jou ken ik al enkele jaren, maar we hebben zeer weinig contact met elkaar, hè? Dat is waar. Hè? Ja, ik weet dat jij het heel erg druk hebt, dus ja, ik doe mijn ding en het is leuk om nou een keer contact te hebben. En als het goed gaat, kunnen we natuurlijk in de toekomst vaker vragen, iets maken samen. Dat is, zou leuk zijn. Ja, het zou altijd eens een keer interessant zijn om een keer te zien of dat we in dat protestantse Nederland waar jij leeft of in het katholieke België waar ik leef nog eens een keer mensen tegenkomen die hetzelfde geloof in de Bijbel delen dat wij hebben. Want ik kom dat eerlijk gezegd bij mij hier niet al te veel tegen. Zelfs nu ik taxi rijd, kom ik zeer weinig mensen tegen die, ik zal maar zeggen, geloven zelfs. Ja? Of die tot hun geloof staan. Hoe is dat bij jou? En trouwens, als je wilt vertellen uit welke streek je in Nederland komt, moet niet je volle adres geven, maar een keer zo'n idee geven van waar je vandaan komt. Hoe is dat bij jou? En hoe is het jouw contact met mensen die ook misschien de Bijbel lezen en in God geloven, in onze Elohim, onze hemelse Vader? Nou, ik ben dus geboren en getogen in Nijmegen. En Nijmegen is protestant geweest en katholiek geweest. En ja, eigenlijk is het nu hetzelfde als elke stad. Is het, ja, wordt het geregeerd door de katholieken achter de schermen. En wij hebben hier een jezuïte universiteit en een jezuïte college. En Sint-Peter Canisius komt uit Nijmegen. En ik ben toevallig deze week ben ik langs verschillende locaties geweest en wat informatie opgezocht. En met mijn telefoon een filmpje gemaakt. Dat wil ik allemaal nog uploaden op mijn kanaal. Ik heb vandaag de laatste gehad.
Ik ben bij het college van Peter Canisius geweest. En wij hebben dus ook nog een rusthuis met Jezuïeten. Dat heet Aqua Viva. Maar om terug te komen op jouw vraag of ik wel eens mensen tegenkom die gelovig zijn en met name protestant. Nou, nee. Bijna nooit eigenlijk. Het is inderdaad wel zo dat tegenwoordig steeds meer mensen, ja, die hebben wel in de gaten dat er iets aan de hand is. En vooral in Nederland, waar de WEF-agenda hoog tiert. Want het land wordt gewoon, ja, systematisch afgebroken, lijkt het wel. Dat is hier in België ook zo. En als je dan die mensen erop aanspreekt van dat bijvoorbeeld zoiets als met de Covid-agenda de afgelopen jaren toch duidelijk te merken is dat het erover gaat om de middenstand kapot te maken. Die een, ja, hoe zeg je dat in Nederlands? Achievement. Wat is dat in Nederlands weer? De middenstand is in feite een resultaat van de reformatie van een paar honderd jaar geleden. Want daarvoor bestond geen middenstand. Daarvoor stonden, zoals in de Bijbel ook besproken, in onder andere Openbaring 13, de rijken en de armen. Ja? Maar daar was geen middenstand daarmee tussen. En dan zeggen die mensen allemaal, ja, dat is juist, de middenstand gaat kapot. En ja, geld gaan ze verbieden. Maar ze weten niet, waarom dat cashgeld verboden wordt. Ze weten niet, of ze bekümmeren zich niet darum, waarom de middenstand afgebroken wordt. Iedereen is zo positief over globalisatie, totdat de bakker aan de hoek in een keer verdwenen is. En ze hun brood bij, ja, bij jullie Albert Heijn of Aldi of Lidl of een dergelijke fabriek moeten gaan kopen en beseffen dat dat toch niet hetzelfde brood is. Hè? Die mensen zijn soms zo diep in slaap, ik vind het nogal erg, om te zeggen. Ja, het is verbijsterend. Het is vaak als ik met mensen praat, dan weten ze wel iets over een bepaalde groepering, de WEF of de vrijmetselaars. En als ik dan met die mensen ga praten, dan probeer ik altijd de oude wereldorde, hè, de middeleeuwen, dat we helemaal niks hadden. Dat we eigenlijk horigen waren. En dat Martin Luther de Bijbel heeft vertaald, zodat wij kunnen lezen wat het was. En dat we gewoon voorgelogen zijn en dat daarna de reformatie is gekomen, waar ook mensen zijn doodgegaan, wat niet goed is natuurlijk. En dat tegelijkertijd bijna de contra-reformatie is gestart. En dat wij nu allemaal ervaren, is gewoon een agenda die gewoon opgeteld naar dit punt waarbij ze nu de technologie hebben om ons allemaal tot slaaf te maken. Dus ik probeer altijd die mensen een beetje die kant op te sturen en dan ja, de geschiedenis van de kerk erbij te betrekken en de Zwarte Paus en de Jezuïeten. En soms staan ze mij aan te kijken alsof ik van een andere planeet kom. Zover de andere planeten zijn. En soms zeggen ze van ja, dat is wel interessant en allemaal. Het gaat er mij om dat ik bepaalde zaadjes bij iemand in zijn gedachten plant. En misschien wordt dat dan een grote plant, zoals ook in de Bijbel staat, geloof ik. Ja, je zaait een kleine zaad uit en sommige zaden vallen op een doorn. Ja. En sommige vallen op stenen en worden weggeeten door de vogels. En sommige vallen wel op vruchtbare grond en ontwikkelen zich tot iets. En ik veronderstel dat is bij jou zo in verleden geweest en dat is bij mij in verleden zo geweest. Ik heb daar vaak genoeg over gepraat, hoe dat ik tot eind 2010 een absolute slaaf van deze wereld was. Van geloof en van God en van Jezus Christus niks moest weten. En hoe dat me allemaal een bal interesseerde. En dat was waarschijnlijk bij jou in het verleden ook zo. Hè? Maar voordat je daarop antwoordt, wil ik gewoon even zeggen van, je zegt Nijmegen, heel Jezuïtisch. Jong, ik woon in Leuven. Ik denk dat hier in België moeilijk een tweede stad te vinden is die zo Jezuïtisch is als Leuven. We hebben hier Jezuïtencolleges, we hebben hier Arenberg, een oude Jezuïtenfamilie die een kasteel heeft en die gebouwen voor de universiteit ter beschikking stelt. We hebben hier een Jezuïtentehuis, een Jezuïtenwoonhuis waar oude Jezuïten wonen. Daar is een Ignatius Loyola huis in de Schapenstraat. Daar zijn dingen, daar lopen je ogen over van als je dat ziet wat hier allemaal met de Jezuïten is. Dat is ongelooflijk. En als je dan de gewone mens op aanspreekt van
wat een jezuïet daadwerkelijk is, dan krijg je die aangelegd dat je zegt alsof je twee hoofden hebt. Hè? Die hebben geen flauw idee voor wat jezuïeten staan. Hè? Die mensen hebben geen flauw idee, A, van de reformatie, wat jij juist vernoemd hebt. Maar nog veel erger, ze hebben geen flauw idee van de Contra-reformatie. Concilie van Trient, 1545 tot 1563. Waar de jezuïeten georganiseerd hebben en waar ze 125 verdammingen uitgesproken hebben. Ja, vervloekingen over de protestanten. Die vandaag de dag nog altijd geldig zijn. Dat kan iedereen nalezen. Ja? Dus ja, het is wel een heel bijzondere wereld in die wij leven. Waar we ogen hebben, maar niet zien. En oren hebben, maar de meesten dus wel niks horen. Ja, nu je dat zegt, ik ben eens in die Canisiuskerk geweest ook. En daar hebben ze een winkeltje met allerlei reliquieën. Reliquieën, ja, zonder kunnen ze niet in de Romeins-Katholieke Kerk. En er staat op het bord staat voor een gesprek of een gebed. Dus ik denk van, nou, dan ga ik het gesprek aan. En ik begin ermee van, ja, weet u wel wie de Jezuïeten zijn? En ja, dat weten we wel. Ik zeg, weet u dat jullie ook de Inquisitie hebben geleid en verantwoordelijk zijn voor weet ik voor hoeveel miljoen doden? En dan krijg je het antwoord terug, nou, dat interesseert me niet zoveel eigenlijk. Ja. En dan sta ik met open mond te kijken en denk ik, oké, als je het zo wil. Dan weet u zeker ook dat de paus de antichristus, de Bijbelse, de profetische en de historische antichrist. En Maria gaat u niet redden. Maria is in de grond. Ze is uitgekoren onder de mensen, maar ze is geen mediator tussen jou en God. Dat is Christus Jezus alleen. En dan doen ze net alsof ze niks horen. En ja, dan denk ik maar van, wat ik zei was van, jullie hebben ogen, maar jullie zien niet. En jullie hebben oren, maar jullie horen niet. Om terug te komen wat jij zei. Hmm. En nou, dan ben ik daarna maar weggelopen. Want ja, er valt niks meer mee te doen, denk ik. Ik denk dat je beter je energie kunt steken in mensen die wel willen luisteren. Ja, nu interessant vind ik dat je nu wel bij die Peter Canisius kerk is het of zo geweest bent daar. Ja, ik ben uitzondering voor één keer ben ik nog die kerk binnengegaan. Ja, oké, maar voor zo'n kerken is dat soms een keer interessant om te zien wat daarin is. Men gaat daar niet in als gelovige christen om bij wijze van spreken te bidden of om God te vinden. Want ten eerste vindt God jou, jij vindt God niet. En ten tweede, zeker niet in een gebouw dat gemaakt is van stenen die van mensenhand geslagen zijn. Nee, dat niet. Maar ik vond het interessant dat je Peter Canisius vernoemde. Want Peter Canisius is dan wel in... wat het vandaag Nederland is. Wie weet of dat vroeger ook Nederland was of misschien bij Duitsland hoorde. Maar in elk geval, hij was de grote apostel voor de Duitsers. Hij was diejene die als Jezuïet, een van de eerste Jezuïten die naar Duitsland gingen en Duitsland dus de Konterreformatie gebracht hebben en geprobeerd hebben Duitsland terug te rekatholiseren. En dat vind ik dan natuurlijk wel heel, heel interessant, want daar hebben wij natuurlijk twee interessepunten waar wij twee op elkaar stoten. Jij als Nederlander, ik als Duitser, die ik de laatste 32 jaar toegegevenermate hier in België leef en mij 2012 of zo uit stommiteit heb Belg laten maken. Maar wat speelt het voor een rol welke nationaliteit ik op deze aarde heb? Ik ben een burger van het koninkrijk van onze God, van onze Vader in de hemel en alles andere interesseert mij niet. Maar daar hebben we toch interessante raakpunten, hè? Denk je niet ook? Ja, dat is zeker een interessant onderwerp, die Peter Canisius. Want hij was dus inderdaad aanwezig op de Concilium van Trent voor twee sessies. En hij heeft dus waarschijnlijk ook anathema's geschreven. En hij heeft de catechisme van de Rooms-Katholieke Kerk inderdaad in het Duits vertaald. En by the way, wist je wat het catechisme aangaat? Dat het catechisme van de Romeins-Katholieke Kerk kwam na het catechisme van de protestanten? Nee, dat wist ik niet. Want Luther was diegene die een catechisme überhaupt pas ingevoerd heeft. Voor de okay. Protestanten. En daarop wilden de katholieken een antwoord hebben. En dat hebben ze naar Trent gehad. Dus ik dacht van, zoiets moeten we ook hebben. Dat bestond er daarvoor niet. Ja, Satan heeft niks origineels, geloof ik. Hè? Die doet alles na. Gelijk de Chinezen, hè? Ja. Maar ja, hij heeft ook gewoon een catechisme geschreven inderdaad voor Rome zelf. En hij is volgens mij opgeleid door Peter Fabos. Nee, wacht, veel interessanter feit is. Op het moment dat hij geïnitieerd is in Rome, was Loyola daar ook. Volgens Wikipedia, hè. Dus je kunt er eigenlijk wel van uitgaan dat degene die hem geïnitieerd heeft, de eerste zwarte paus is geweest. Ja.
daar kunnen van uitgaan bij deze vroege Jesuiten. Want die waren ja in het begin nog een redelijk klein groepje. No? De eerste jaren waren ze zelfs maar op 60 gehouden en dat is dan stilletjes aan heel rustig aan gegroeid. Ja. En ik ben langs een beeld geweest wat hier in de stad staat van hem. En ja, je kunt het filmpje kijken, maar ik kan het ook wel gewoon zeggen trouwens. Als je naar dat beeld gaat kijken, dan staat hij dus boven op een Bijbel. Nee, hij staat boven mijn boek. Ik ga ervan uit dat het de Bijbel is. En hij houdt met zijn hand de 3 score 6 teken. Ja. Dus dan weet je dus wel duidelijk wie zijn vader is. En wat hij allemaal heeft gedaan, voor wie hij heeft gewerkt. Veel duidelijker kun je het volgens mij niet krijgen wat dat betreft. Trouwens, sorry dat ik je even onderbreek, maar je hebt gesproken van je YouTube-kanaal. We zullen die link van jouw YouTube-kanaal in deze video hier met bij doen. Dat mensen ook bij jou eens een keer kunnen langskijken. Dat mensen ook bij jou eens een keer kunnen subscriben. Hoe noemt dat weer? Zich abonneren op jouw kanaal. En dan kunnen ze ook die dingen een keer zien over die je nu spreekt. Want je hebt in feite daar zo'n klein, zal ik maar zeggen, reisje gedaan om zo Jesuitenbeelden te verzamelen. Of min of meer om daar een filmpje van te maken, veronderstel ik. Ja, ik was aan het wandelen in Duitsland. Ik doe nog wel eens een hike van 150, 200 kilometer. En dan loop ik lekker door de natuur heen samen met mijn hondje. En dan kom ik op nieuwe ideeën. En ik had al wat gepost, maar ik was er niet zo tevreden over. Dus ik heb nou alles gehad. En ik heb nou alles opgenomen, alle internetsites opgezocht om in de beschrijving erbij te zetten, zodat mensen het zelf ook nog eventjes kunnen doorlezen. En ik ga dat denk ik dit weekend of volgende week posten. De rest heb ik eigenlijk nog niet eigen werk erop opgepost. En ik was ook bezig met een boek van Mohammed El-Ghazali. En dat boek heet Christus, Mohammed en ik. Dat heb ik vertaald. Daar was ik in bezig. En nou, daar was ik eigenlijk ook niet zo tevreden over, want ik kwam achter nieuwe feiten aan. Dat bijvoorbeeld de Koran ja, eigenlijk op elke manier kan geïnterpreteerd worden. Want het is niet duidelijk hoe die geschreven is, want er staan geen puntjes op. Er staan woorden in van andere talen. Er staan woorden in waar zelf de moslimgeleerden niet weten wat het betekent. Dus het staat vrij te interpreteren. Maar ja, de Bijbel zegt, bij hun fruit zult u hen kennen. Dus het is geen vredesreligie. Maar ja, dat gaat allemaal komen. Ik heb nu klaar met de soera's allemaal aan te passen die ik eigenlijk had veranderd in Nederlandse soera's. Waar ik niet tevreden was, want ik heb toch de soera's van het boek overgenomen. En daar ga ik dus ook een boekpresentatie over doen. En dat zet ik ook op mijn archive.org pagina. Die gaan we dan ook mee hier in de beschrijving van de video mee bij doen. Ik heb ja ook een archive, daar komen we dan direct nog een keer op te spreken. Want je hebt nog andere vertaalwerken dan Arnoud. Maar nu wilde ik nog juist iets zeggen over de Koran. Ik heb de Koran nooit bijzonder diep gestudeerd. Wat ik ervan meen te weten, corrigeer mij als ik verkeerd lig, maar wat ik ervan meen te weten is dat het door Mohammedanen, en ik noem ze liever Mohammedanen als moslims of islamisten, want in feite gaat het over dat geloof van dat Mohammed overgebracht heeft. Ze zeggen Allah is God en Mohammed is zijn enige profeet. Ja? Dus men noemt ze eigenlijk Mohammedanen. Zo heeft men ze ook door de jaren heen genoemd. Of in de tijd van de reformatie sprak men ook van de Turken, vooral Luther. Omwille van dat die toen al voor Wenen stonden. En dus een heel veroveringstocht gedaan hebben. Maar ik persoonlijk spreek eigenlijk liever van Mohammedanen. Ook omwille van dat dat niet zo'n negatieve connotatie heeft. Want ik ben niet negatief tegenover Mohammedanen. Ik ben niet negatief tegenover katholieken. Ik ben negatief tegenover de hiërarchie van die kerk van de katholieken. Ik ben negatief tegenover de hiërarchie van de kerk van de Mohammedanen. Maar de gewone mens die Mohammedaan is, de gewone mens die katholiek is gewoon bedrogen. En ik vind het is onze opgave als christenen om ervoor te zorgen dat wij hun bedrog hun openbaar maken. Dat wij hun tonen hoe dat zij bedrogen zijn. Als ze daarna nog altijd geen oren hebben om te horen of ogen hebben om te zien, dan kunnen wij daar niet aan doen. Dat is de opgave van onze Heer. Maar wij moeten ervoor zorgen dat deze mensen
laat maar zeggen, wakker worden uit de leugen. En voor zover dat ik weet wat het Mohammedanisme aanlangt, of wat de Koran aanbelangt, is het verboden de Koran in een andere als de originele Arabische taal überhaupt te vertalen. Dat wil niet zeggen dat die vandaag de dag niet in andere talen bestaat. Maar volgens de Mohammedanische wet is het verboden om deze religie te vertalen naar andere talen. En dat je vandaar natuurlijk ook problemen mee tegenkomt, dat het hier zo staat en daar zo staat, dat is volgens mij dan eigenlijk niet al te verbijsterend. Wat zegt jij daarover? En kun je bevestigen wat ik zei of niet? Ja, je hebt helemaal gelijk. Ik deel die mening wat betreft dat wij allemaal zondaars zijn geweest en dat wij allemaal gered moeten worden door Christus. En als jij ergens bij geboren bent, dan is het heel goed voor te stellen dat je dat altijd hebt gevolgd totdat God je eruit trekt. Maar je moet wel gaan zoeken natuurlijk. En het is aan ons om die informatie te bieden allemaal. En wat betreft de Koran is het inderdaad zo dat elke vertaling wordt gezien als een interpretatie van de Koran. En eigenlijk is het inderdaad ook verboden. Maar wat ik al zei is, ze weten zelf niet hoe de Koran is geschreven. Dus ze kunnen nooit zeggen dat het een interpretatie is. Mohammed heeft ja zelf die Koran niet geschreven, want Mohammed was een analfabeet. Ja, ook dat nog. Hij gaf bijvoorbeeld ook zinnen op. En dan degene die het opschrijft, die zei van, nou als ik dit opschrijf is het goed toch? En dan zei Mohammed, ja, dat is goed. Dat is ook goed. Wij waren er niet bij. Eventjes voor de toeschouwers duidelijk te maken. Nog Arnoud, nog ik waren erbij. Maar daar zijn dingen overgeleverd. Daar zijn ook andere verhalen over het Mohammedanisme. Zoals bijvoorbeeld, en je bent zeker bekend met dat verhaal van Alberto Rivera, veronderstel ik. Ja, ik heb dat verhaal van Alberto Rivera, dat heb ik ook vertaald. En dan heb ik achter in het boek heb ik dat erbij gezet. Ja. En ik heb ook een voorwoord erbij gezet van mezelf. En ook een nawoord. Waarbij ik ook uitleg dat ik niet geen vooroordelen heb tegen moslims zelf. En tegen eigenlijk geen enkele religie. En wat ik al zei, ik ben zelf ook zondaar geweest en ik ben denk ik 6-7 jaar pas een christen en ik heb daarin zelf ook nog een hele grote weg moeten afleggen. Dus ik neem je legt nog altijd een hele grote weg op, Arnoud, en ik ook. Ja, we zijn altijd lerende. Ja, in Engels is dat zo'n mooi gezegde, dat is justification happens in an instant, but sanctification is a lifelong process. Ja. Justification happens in an instant. Ja? Dus rechtvaardig word je op één moment, op dat ogenblik, als je door het bloed van Jezus Christus teruggeboren wordt. Als je de tweede keer geboren wordt, zoals in de Bijbel ook vermeld staat. Je moet herboren zijn om het koninkrijk van God te zien. Dat is als je rechtvaardig wordt. Maar zalig worden, de proces tot... Ja, ik weet niet, zaligheid, sanctification, dat is zo ongeveer, denk ik, vertaald naar zaligheid naartoe. Om wijsheid te vergaren in deze wereld, vooral wijsheid dan uit het woord van God, niet uit de wereld, niet van de mens, maar wijsheid van het woord van God. Dat je daar dagelijks leert en daar dagelijks meer van de hele situatie begrijpt en vooral van de Bijbel begrijpt. Dat is een levenslange proces, een leerproces. Ja? Dat je dat ook toepast in je leven. Ja. Ja, dat heb je helemaal gelijk in, zeker weten. En dat is bij jou zo en dat is bij mij zo. Ik bedoel, ik ben nu wat, ik heb zelfs de tijd niet geteld. Ik zal het niet weten, 2022, het zal waarschijnlijk een jaar of 8-9 zijn dat ik christenen ben ondertussen. Of dat ik mij tot zoiets noem. Maar ik heb altijd het probleem dat woord christen te gebruiken, weet je. Ik weet niet hoe dat bij jou is, eventjes een keer een onderwerp veranderen, wat ik eigenlijk niet van plan ben. Maar kom, dat is een open discussie, we babbelen over wat ons in de zin komt. Als mensen mij vragen, vooral in de taxi, als die mij dan vragen, ja, maar wat zei jij dan? Ja, ik heb problemen met het woord christenen te gebruiken, omdat de meeste mensen christenen vereenzelvigen met katholiek. En ik ben zeker geen katholiek, integendeel. Ik hoor niet bij de kerk van Satan. Ik hoor niet bij de kerk van de antichrist. Ik hoor niet bij de kerk van de duivel. Maar maak de mensen maar een keer duidelijk dat katholicisme en christendom niet hetzelfde zijn. En weet je wat dan veel mensen in de taxi tegen mij zeggen? Dat is waar. Katholicisme is geen christendom. Maar ze vieren wel de geboorte van Jezus op 25 december. De dag van de onoverwindbare zon, de geboortedag van Nimrod.
Snapte jij dat nog? Nee, maar ik denk dat die mensen zo diep in alle tradities zitten dat het echt heel moeilijk voor ze is om eruit te komen. Dat moet God jou echt eruit halen, of God die mensen er echt uithalen, want en het beginnen te zien. En de Bijbel moet je ook lezen. Want heel veel mensen die zeggen inderdaad van wat jij zegt. Ja, de katholieken inderdaad, ik snap wel kindermisbruik en dat soort dingen allemaal, dat het niet zo is zoals ze zich voorstellen. Maar een keertje de Bijbel lezen, hè, de goede Bijbel, de King James versie of een Nederlandse Statenvertaling. Nee, dat is er dan niet bij, nee. Apropos Statenvertaling, ik wilde nog eens een keer eventjes iets citeren uit de Statenvertaling. Ik zoek dat ondertussen een keer op, want ik heb die hier al voorbereid. Als we verder aan het praten zijn, omwille van dat wij ja gezegd hebben van het is ook onze opgave als Christenen daarvoor te zorgen dat andere mensen, of dat ze nu Atheisten zijn, dus helemaal niet geloven, of dat ze een ander geloof hebben, is dat Hindoeïsme, is dat Boeddhisme, is dat Katholicisme, is dat Mohammedanisme, dat wij die mensen van Christus vertellen en proberen hun de waarheid duidelijk te maken. Daar is een heel belangrijke citaat uit het boek van de Romeinen, een van mijn absolute lievelingsboeken van de Bijbel, Paulus, in Romeinen 11, vers 11. Ja? Zo zegt hem dan, zo zeg ik dan, hebben zij, hij spreekt hier over de Joden, gestruikeld, opdat zij vallen zouden? Dat zij verre. Maar door hun val is de zaligheid den heidenen geworden, om hen tot jaloersheid te verwekken. Het is met andere woorden volgens Paulus hier in de Romeinenbrief, kapitel 11, vers 11, onze opgave als bijbelgelovende, Jezus volgende christenen, daarvoor te zorgen dat de Joden hun zaligheid kunnen krijgen, doordat wij hun over Jezus vertellen die zij afgewezen hebben in de vervulling van de 70ste jaarweek van Daniel kapitel 9 verse 4 tot 27. En als dat hierin staat dat dat voor de Joden zo is, dan is het toch ook zeker voor andere heidenen zo. En dat is mijn motivatie om veel van mijn video's te doen. Je weet, je hebt zeker al de een of andere van mij gezien. Is het nu in Duits of is het in Engels of misschien zelfs in Vlaams? Het gaat heel vaak tegen katholieken. Maar het gaat niet tegen de katholieke mens die bedrogen zondag in de kerk zit en de Eucharistie neemt en daarmee Jezus vervullend werk van de 70ste jaarweek aan het kruis logend door een ander offer toe zich te nemen. Maar het gaat over die mensen in de hiërarchie die al die mensen gaan bedriegen. En dat is zo in het katholicisme, Mohammedanisme, Boeddhisme, Hindoeïsme. En dat is natuurlijk ook zo door die mensen die zo vet ab, zal ik maar zeggen, zo de snuit vol hebben, ik weet niet of zeg je dat in het Vlaams? Die zo hun bek daarvan vol hebben, van te zeggen van religie blijft me daarmee af, geloof ik niks van. Ja, dan gelooft hij ook, namelijk dat hij niks gelooft. En om die mensen echt tot jaloersheid te verwekken, dat zij, zoals wij, de helende boodschap, de genezende boodschap van de Heer Jezus Christus kunnen gaan ontvangen. Vind ik een heel belangrijke zin, Romeinen 11:11. Wat zijn jouw gedachten daarover? Ik vind het inderdaad belangrijk om gewoon, het maakt niet uit welke religie iemand heeft of waar die vandaan komt, om altijd bij God te blijven en altijd de waarheid, de weg en het leven te verkondigen. En ja, het maakt niet uit waar iemand vandaan komt wat dat betreft. Ik vind inderdaad wat wij die mensen moeten leiden. En ik vind dat, voor mijzelf is het altijd als ik één iemand heb gered, dan heeft mijn leven al zin gehad. En waar die vandaan komt en wat die geleerd heeft of welke religie die heeft aangehangen, dat maakt allemaal niet uit. En even terug te komen op hoe ik mezelf noem. Als ik met iemand praat, dan noem ik mij altijd een bijbelgelovende christen. En dan refereer ik ook altijd aan de Koning James versie of de Statenvertaling. En dan leg ik even uit hoe dat zit met de Bijbels. En dan hoop ik maar dat ze het begrijpen. Ja, ik zeg dat ook meestal op die manier, maar soms is dat voor die mensen zelfs niet duidelijk. En ja, want als je dat woord Christen in de mond neemt, dan denken ze toch alweer aan katholicisme, weet je. Dat Ja. is heel Ja, gevaarlijk, die vaak term. zie je ze al kijken, oh jee, daar heb je weer er eentje die de mag. In Nederland heb je de zwarte kousengebieden. Dan heb je er weer eentje, zo'n hypocriet die dit zegt en het andere doet. Ja, Want zo. of nog erger, als ik zou zeggen van ik ben een getuige van Jehovah.
Oh, Ik getuig van Jehovah. Ik getuig van Jehovah is de naam, zoals Elohim. Adonai, daar zijn verschillende namen die onze God heeft in de Bijbel. Maar Elohim is een van de oudste namen, hoe dat hij in de Bijbel genoemd wordt. Als ik zeg, ik ben een getuige van Elohim of een getuige van Jehovah dan, of Yahuwah, dan word je aangekeken zo van, ja, dan hoorde jij die cult aan. Nee, ik heb niks met die cult van Charles Taze Russell te doen, die een Freimetzelaar was. En die Freimetzelaar en ongottelijke satanische kerk van de Zevendaagse Adventisten, wollte ich schon sagen, van getuige van Jehovah's, Jehovah's Witnesses opgericht heeft, daar heb ik niks mee te doen. Maar ik ben hier om van God te getuigen. Ik kan daar ook niet aan doen als andere mensen dan deze titel misbruiken. Maar dat is ook al een titel die ik af en toe een keer gebruik van, ja, ik getuig van God. Dus ik ben een getuige van God. Jehovah's Witness, als je zo wilt. Ik denk dat het belangrijkste is om, als je dat zegt, om het ook uit te leggen van wat je dan precies bedoelt. Want als jij als dat ik de kans krijg, doe ik dat, ja. Ja, ik heb qua ervaring heb ik altijd wel goede respons daarop. Tenzij het in een kerk is, zoals laatst. Maar ik betrek ook altijd de omstandigheden die op dit moment aan de hand zijn. Zoals de boeren die van hun erf verdreven gaan worden. En de mensen weten wel wat van de WEF af. En dan haal ik de vrijmetselaars erbij. En dan haal ik de reformatie erbij. De zwarte paus erbij. En de eed van de jezuïeten. En de vrijmetselaars, hoe die in elkaar zitten qua organisatie. Dat hun op de lagere niveaus echt geen flauw idee hebben waar ze mee bezig zijn. Maar op de hoge niveaus zijn het Luciferianen. Dan aanbidden ze Lucifer eigenlijk gewoon Satan dus. En zo probeer ik dat een beetje in te pakken en dan beginnen ze toch wel een beetje te begrijpen. En af en toe gebruik ik dan ook een Bijbeltekst erbij. En dat doe ik voorzichtig. Ja, dat is eigenlijk best wel slecht, want ik moet dat meer nadruk op leggen. Maar ik doe dat rustig, een Bijbeltekst erbij opzeggen. Zoals vanmiddag had ik ook een opname in Nijmegen en dat is een voormalig vrijmetselaarshuis. En ik heb in de beveiliging gewerkt en dat was een van onze klanten waar ik wel eens langs moest als er een alarm afging. Dus ik was daar 's avonds en dan heb je het hele pand voor jezelf. Dus daar ben ik wel eens doorheen gelopen, dus ik wist hoe het eruit zag. En nou, ik had die opname gedaan en er stond een man voor het huis. En ik vraag aan hem van, nou, mag ik even naar binnen komen? Ik heb me voorgesteld wie ik ben. Hij zei, nou natuurlijk, kom binnen. Dus ik was daar binnen en er zit nou een, ik geloof een accountsbureau of zo. En ik was in die grote zaal, waar die Joachim en Boas was en waar het podium was en zo. Daar is nou gewoon een kantoor, maar ze hebben nog wel die sterren en de zon hebben ze nog. En die vleugels, zeg maar, van de Egypte, die uit Babylon komen oorspronkelijk. En de eigenaar die gaat naast mij staan en die zegt, ja mooi hè, dat hebben wij allemaal gerenoveerd. En ik zeg, nou weet je, bent u vrijmetselaar? Ik zeg, want ik moest eerst even weten of hij vrijmetselaar is. En hij zei, nee, dat ben ik niet. Ik zeg, weet je het zeker? Want vrijmetselaars mogen zelf niet zeggen dat ze vrijmetselaars zijn. Ik wou nee, zeggen, nee. Voor wat stelde je die vraag? Ik kreeg toch geen eerlijk antwoord. Nou ja, daarvoor had ik een YouTube filmpje gekeken van hoe dat ze het verbouwd hebben. En daarin kwam niet te sprake dat hij zelf vrijmetselaar was. Dus ik denk dat hij geen vrijmetselaar was. Anders had hij wel met trots gezegd van, nou, dit gebouw hebben wij gerenoveerd en ik ben zelf ook vrijmetselaar. Dus ik denk niet dat hij vrijmetselaar was. Of is. En nou, ik raakte met die man in gesprek. Hij zei, ja, mooi hè, de goede dingen. Ik zeg, nou, op de voorgrond ziet het inderdaad allemaal mooi eruit. Hè. Ze doen vrijwilligerswerk en het zijn de zogenaamde filantropen. Maar hoe hoger jij komt, hoe meer rituelen jij moet doen. En dan kom je er dus achter dat je Satan aanbidt, Lucifer. En hij zat me heel aandachtig aan te kijken. Ik denk, oh, die is wel geïnteresseerd. Dus ik heb hem een beetje verteld hoe die organisatie in elkaar zit. En wie erachter zit, de Jezuïeten. En op dat moment zei hij van, ik had het ook over rituelen. Hè, dat er waarschijnlijk kinderen bij betrokken zijn. Hij zei, ja. Maar ken je iemand die dat dan heeft uit de doek heeft gedaan? En leeft hij nog? Nou, toen kwam bij mij dus op die oud-bankier, die Nederlandse bankier, die ooit een keer is uitgenodigd voor een feest, waarbij dus kinderen werden geofferd en dat hij daarvoor heeft bedankt.
Ik weet niet of je dat filmpje ooit wel eens gezien hebt. Nee, ik heb daar een keer van gehoord. Daar zouden we eens een keer, misschien voor deze keer is het een beetje te voortgeschreden om daar nog over te hebben. Maar neem daar eens een keer een notitie van, dat we daar volgende keer eens een keer of een andere keer over gaan praten. En misschien zie je hem daar een beeld uit die film ook kunnen laten zien en een link geven van waar men die film kan kijken. Dat lijkt me interessant voor een andere keer als we nog een keer gaan praten. Nou, vandaag de eerste keer gaan we dat zeker toch nog een keer doen, hè, Arnold? Ja, dat is prima, hartstikke leuk. Maar die man die dus dat uitlegt, die zie je gewoon echt breken gewoon. En dat is niet geacteerd. Je kunt wel eens denken van, acteert die nou? Maar hoe die man reageert in dat filmpje, die breekt gewoon. Die heeft het gezien en Ja, die ik heb heeft... van die film gehoord, maar dat is lang geleden, dus ik weet daar En een die beetje van, ja. heeft daar dus voor bedankt. En hij doet dus uit de doeken dat dat gewoon nog steeds gebeurt. Dat is ja ook hier in België, sorry om je eventjes te onderbreken, maar als je er een klein beetje bezig houdt met dat onderwerp, dan weet je ook dat België een absolute hoogburg is van kindsmisbruik voor de Romeins-Katholieke Kerk. Daar zijn er hier verschillende plaatsen waar rituelen afgehouden worden, tot babymoord daarbij. Ja. Ja, we kennen de Dutroux-affaire natuurlijk. Dat is nog niet eens krabben aan de top van de ijsberg. Want daar zijn ja 28 dode getuigen of iets dergelijks bij omgekomen. Dus 28 mensen bij omgekomen als het erover ging om bij die troe een beetje dieper te graven. Dat werd ja hier in België die mensen nooit niet duidelijk gemaakt wie daar eigenlijk achter zit. Maar ik heb in Duitsland een keer een zending gedaan, verschillende video's, ik denk een stuk of 10, 11, 12 zoiets, over het systematisch katholiek kindsmisbruik. En daar heb ik natuurlijk ook vastgesteld aan de hand van de Bijbel waar dat vandaan komt. Niet ik heb dat vastgesteld, ik heb het aan de hand van de Bijbel bewezen waar het vandaan komt. En dat is om het op een korte noemer te brengen, idolatrie. En dat is weer diezelfde idolatrie over die jij het had in het begin van met Maria, hè, dat ze daar Maria aanbidden. En zeker bij de Jesuiten staat Maria heel hoog aangeschreven, want de Jesuitenorde is door Ignatius van Loyola Maria toegewijd. Hè. Dat was bij de initiatie 1534 in Parijs, waar ze daar die initiatie gedaan hebben, daar was dat mee bij. Hè. Dat de hele orde de Maria toegeordend is. En Maria, dan spreken we niet eventjes ter verduidelijking van die mensen die daar misschien niet zo diep mee begaan zijn, gelijk wij altijd. Over Maria, dan spreken we niet over de lichamelijke moeder, de biologische moeder van onze Heer Jezus Christus. Maar dan spreken we over de hemelskoningin Semiramis, die in veel verschillende vormen in alle verschillende religies op deze wereld terugkomt. In de Romeins-Katholieke Kerk hebben zij voor deze Semiramis of Semiramis gewoon Maria gekozen. Maar het gaat over de hemelskoningin. En daar heb ik een fantastisch boek trouwens, wil ik een keer laten zien. Da zijn zoveel dingen waar we over gaan spreken, Arnold, dat man soms niet meer weet waar beginnen en waar eindigen. Ik heb hier Heet mijn. het Babylon Mystery Religion toevallig? Nee, ik heb hier mijn archive-bibliotheek op staan met al die boeken die ik momenteel heb en ook videofilms. En daar is een boek bij dat wij vertaald hebben. Dat waren christelijke broeder van mij. Ik heb dat boek dan gesproken. Dat noemt in Engels Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All. En we hebben dat vertaald naar het Duits. Eine für alle, alle für eine Königin des Himmels. Dus Ja, die één hebben. voor alle, alle voor één Koningin van de Hemel. Ik Het heb dat boek plan om inderdaad met de gekocht. Maria-verschijningen alle wereldreligies onder de Romeins-Katholieke Kerk te verenigen. En dat boek heb ik in Duits gelezen, in meer dan 50 delen. Daar mankeert nog altijd delen aan, want daar kunt u verder mee gaan. En door een zuster in Christus, de afgelopen weken, die zich bezig gehouden heeft daarmee, die verschillende fragmenten die ik van het boek had, want dat volledige boek heb ik niet, want die Maximilian, die hier als vertaler mee bijstaat, heb ik geen contact meer mee. Waarom, dat weet alleen de Heer en hij. Die heeft die contact verbroken en ik loop daar niet achter. Die heeft al die fragmenten verzameld, heeft daarvan een boek gemaakt. En dat boek is ondertussen zelfs zo ver. Ik heb dat zelfs laten printen en ik heb daarvan geprinte versies hier bij mij thuis. Ik heb een internetdrukkerij waar ik dat gegeven heb, dat het kan geprint worden. En dat is uiteraard heel, heel schoon om dat boek, bij wijze van spreken, hier nu ook in het Duits mensen ter beschikking te stellen. Je ziet, daar is nogal redelijk wat in. Al die aantekeningen die zijn van mij gemaakt. Alles is bijbels bevestigd hier.
wat erin staat. En daar zijn nog heel veel extra's mee bij. Hier Schlussbemerking van mij, afsluitende bemerking van mij, enzovoort, enzovoort. Er zijn heel veel dingen, wat leert de Bijbel, wat leert de Romeins-Katholieke Kerk, een directe vergelijking. Heel veel footnotes, vooral, je ziet hier, dat zijn overal die, bronnen die gebruikt zijn om dit boek te schrijven. Dus dat is allemaal heel goed gedocumenteerd. Het is geen samensweringscomplot, bij wijze van spreken. Het is echt heel duidelijk. Een heel, heel mooi boek. Eine für alle, alle für eine Königin des Himmels. Und gab es über diese satanische Verscheinungen von Fatima, von Lourdes, von so vielen anderen Plätzen allemal. Und das ist dus die Königin von dem Himmel. Das ist nicht die Maria, die Jesus Christus geboren heeft. Alhoewel die Romeins-Katholieke Kerk u dat zo gaat verkopen. Ja, sorry Arnold, nu was ik weer zo. Eén keer ik begin, is dat moeilijk nog een stokje tussen te krijgen. Ne? Sorry, maar je wilde nog iets zeggen. Doe maar. Dat gebeurt mij ook vaak hoor, dat ik ergens mee bezig ben en dan ben ik weer ergens anders. En... Maar het is een hele goede tip van jou inderdaad, want ik heb ook wel eens boeken die gewoon hartstikke duur zijn om te kopen. En dan stuur ik het naar een drukkerij toe en dan laat ik het daar drukken. Zoals laatst heb ik Rome and the Bible laten drukken. Terwijl dat boek volgens mij, als je dat moet kopen, nou dat kost volgens mij honderden euro's. Waar was ik gebleven? Oh ja, ik was met een gesprek geloof ik met die meneer. Die meneer van die vrijmetselaars, ja. Ja. Ja, en ik heb trouwens dat boek wat jij zegt, Queen of Rome, Queen of All, Queen of Heaven, van Jim Tetlow heb ik Queen of Rome, Queen of Islam, Queen of All, ja. Ja, dat heb ik zelf ook gelezen en aan de hand daarvan heb ik op YouTube die verschijningen zitten bekijken, hè, van de zogenaamde Maria. Van Zaytoun onder andere waarschijnlijk. Ja, en Garabandal en waar die nog allemaal. Ik weet de namen niet meer precies waar het was, maar het is echt lachwekkend. Je ziet zo duidelijk dat het hartstikke nep is. En vooral met de techniek die ze tegenwoordig hebben, daar kunnen ze van alles. Kijk maar naar die 3D-dingen die ze al in Azië hebben, die gewoon uit de muur komen en dat soort technologie. Dus het is zo doorzichtig allemaal wat ze doen. En je hebt natuurlijk ook nog dat Fatima, hè, dat de islam daarbij betrokken wordt. De coexist movement is het, geloof ik. Mm-hmm. Om terug te komen op die manier in de vrijmetselaarsloge. Die was wel geïnteresseerd. En dus die heb ik dat filmpje laten zien. En ik heb mijn archive.org gegeven. En ik heb ik zeg nou, als je echt heel geïnteresseerd bent, dan ken ik wel een broeder die heel veel heeft gedaan, boekbesprekingen wat dat betreft. En samen met Tom Fries en heel duidelijk is wat betreft de feiten. Dus ik heb jouw YouTube-kanaal doorgegeven. En daarna was ik beneden, heb ik nog even koffie gedronken. Toen kwam hij ook beneden. En toen hebben we nog verder gesproken. En toen bleek dus dat hij een keertje op een motortocht was met vrienden in Frankrijk. En daar was hij wat aan drinken in een of ander gehucht, wat ook zeer katholiek is. Nou ja, eigenlijk overal in Frankrijk, geloof ik. En daar zat dus ook een broeder aan tafel tegenover hun en hun waren een beetje beschonken, dus hun maakten grapjes over, eigenlijk geen grapjes over moet maken, maar kindermisbruik. En die man die heeft daarop gereageerd en die bleek dus jezuïet te zijn en ook nog eens degene die verantwoordelijk is voor het bouwen van Aqua Viva hier in Nijmegen. Dus het zou best wel eens de provinciale hoofd kunnen zijn geweest die hij heeft ontmoet. Dat was wel een apart verhaal van zijn kant. Dus hij wist er al wel wat van af. En, ik hoop maar dat hij wat meer gaat kijken wat dat betreft. En ik zeg ook altijd op het allerlaatste van het belangrijkste is altijd ga de Bijbel lezen. Want zonder de Bijbel ben je nog steeds nergens. Want dan word je ook maar van links naar rechts gestuurd. Ja, dat vind ik nu eigenlijk juist het interessante eraan. Als we een keer met mensen van andere geloofsrichtingen aan het praten is, of dat nu hindoeïsme is, of mohammedanisme, of katholicisme, dat als men de Bijbel in het spel brengt, wat ik tegen die mensen vaak zeg is van, kijk, ik moest van religie ook niet weten. Ik zeg maar, ik ben heel veel doodlopende straten binnengelopen in mijn onderzoek, maar uiteindelijk heb ik vastgesteld dat je zonder de Bijbel nergens komt. En als je dan eens een keer al die verschillende geloofrichtingen op deze aarde onderzoekt, dan ga je vaststellen dat ze allemaal één ding gemeenschappelijk hebben. En dat is hun oorsprong. Mm-hmm. En hun oorsprong is in Babylon. Mm-hmm. Maar daar is er maar één boek op deze aarde dat u uitlegt
waar Babylon vandaan komt en waar al die andere religies uit Babylon juist vandaan komen. Dus als je dat boek niet gelooft, dan ga je je leven lang in cirkels blijven lopen en je eigen staart kan opfritten, want je gaat er niet komen. Ouroboros, bij wijze van spreken. Maar het is ook al bewezen, hè, dat de eerste stad in Mesopotamië, was het Uruk of Unuk? Uruk, ja. Dat de eerste stad is in de oudheid opgesprongen. En dat is natuurlijk wel weer onderdrukt, maar het is wel toegegeven dat dat waar is. Als je gaat zoeken, dan kun je al dat soort dingen wel vinden. Uruk, Arnoud, daar geeft het mij een interessante idee om deze video voor vandaag mee af te sluiten, waar we volgende keer een beetje verder in kunnen gaan. Jij hebt dat werk op je genomen om dit fantastisch boek van F. Tapper Saucy, Rulers of Evil in de Engelse originaltitel, te vertalen uit het Engels naar het Nederlands. Juist? Ja, dat is helemaal correct inderdaad. 341 bladzijden, compleet vertaald naar het Nederlands. Op mijn archief staat het hierop, maar waarschijnlijk ook op die van jou. Die link geven we in de beschrijving mee. Wij gaan volgende keer, zou ik voorstellen, als dat voor jou goed is, nog een keer een beetje hier en daar over losse dingen gaan babbelen, gelijk we dat nu gedaan hebben, want ik persoonlijk vond het een heel interessante ontmoeting. En we gaan ook een keer spreken over dat wat je hier vertaald hebt, over dat werk, over dat boek. Want je hebt juist Uruk aangehaald. En als we hier heel ver naar achter gaan in dat boek, kan ik zien of dat ik nu ja, de juiste bladzijde nog niet heb natuurlijk. Maar eventjes een beetje verder gaan, dan komen we hier van achter bij die beelden van, dat zijn hier van die vrijmetselaars, dat is het teken van Anu. Uruk, ik dacht dat er hier ook een beeld van Uruk in was in het boekje, dat ben ik nu meer zeker. Nee, blijkbaar niet. Is er hier niet in. We hebben dat in het Duitse boek hebben we dat besproken, want dat boek is hier ook vertaald geweest naar het Duits. Ik heb in dat boek een Duitse samenvatting gedaan van een stuk of 6 uitzendingen, ooit, heel lang geleden, 2015, 2016, nadat ik dat boek in Engels al gelezen had. En dan heeft een christelijke broeder met naam Victor daar heel veel hartstocht en bloed en zweet ingestoken om dat boek perfect, echt perfect naar het Duits te vertalen. En dat heb ik dan in 46 lezingen of zo gelezen. En dat vinden we dan hier. Gaan we eventjes hier naar beneden in mijn archief. En dan vind je hier Herrscher des Bösen in Duits. Ondertussen al meer dan 5.500 keren gedownload. Ik ga ervoor uit dat die views betekent dat die ook gedownload hebben. In elk geval zal heel veel keer gedownload geweest zijn. Iedereen kan zich dat gratis hier afhalen. In Duits of nu ook door Arnoud vertaald in Nederlands. Dat boek is absoluut gratis. We gaan daar volgende keer, stel ik voor, in onze volgende zending een keer op in. Gaan dat een beetje uitpluizen, gaan misschien een beetje in dat boek gaan lezen. Dat zijn zeker mensen die dat interessant vinden. Ik weet niet wat jij daarvan vindt, Arnoud. Is dat niet een goed idee om op die manier voor vandaag, voor de eerste keer af te sluiten? Met zo'n vooruitzicht? Lijkt me hartstikke leuk om te doen. Alleen ik moet er wel eventjes bij vertellen dat het boek nog niet helemaal proefgelezen is. Dus het kan zijn dat er nog wat grammaticale fouten in staan of qua zinsontbouw. Ja, maar die vind je overal. Die vind je ook in de Duitse vertaling nog altijd. Dat is ook niet volledig te voorkomen. Maar daar, denk ik, hebben de mensen begrip voor als ze weten dat dat niet tussen aanhalingstekens professioneel vertaald is. Mm-hmm. Maar gewoon door mensen met de hartstocht. Van Jezus Christus, om de mensen de waarheid te brengen. Dat vind ik ook het belangrijkste, omdat gewoon de informatie goed is. En dat vind ik het belangrijkste. En ik hou er niet van als mensen gaan zeggen van nee, dit staat niet goed of dat staat niet goed. Nee, het gaat om de inhoud. De inhoud is goed. Dat is het belangrijkste. Ja, Arnoud, dan heb ik al zover min of meer al een afsluiting gedaan, maar ik heb daar straks een introductie gedaan om ons allebei voor te stellen en een keer te zeggen waarover dat in deze zending zou gaan. Zijn we al 1 uur bezig? Bijna. Jong, ik ben heel blij dat jij nog eens een keer contact opgenomen hebt en dat we dan gezegd hebben van kom, we gaan dat gewoon eens een keer doen. We gaan eens een keer spreken over deze dingen. Er zijn zoveel dingen om over te spreken. We hebben nog niet eens echt begonnen. En toch is al een uurtje voorbij.
Ik denk dat wij eens een keer moeten proberen daar een regelmaat in te brengen. Dat we dat eens een keer zullen doen. Of dat we nu kijkers hebben voor deze video of niet, dat interesseert mij niet. Maar de waarheid moet beschikbaar blijven in alle talen. Ik doe al video's in Duits en in Nederlands, Duits en Engels. Nu ook nog in Nederlands daarmee bij. Ik vind het heel fijn. Ik ben heel blij dat ik jou ontmoet heb. Dat ik jou tot mijn christelijke familie mag tellen, Arnoud. Dank u voor al wat je doet. Dank je daarvoor dat je hier was vandaag in deze zending. En nu geef ik jou nog de afsluitende woorden voor de zending vandaag. Ja, ik wil jullie eigenlijk ook bedanken, want ik was in de futuristische agenda ook, totdat ik op een gegeven moment een video van jullie tegenkwam van de 70 weken van Daniel. Dat heb ik toen de tijd 4 keer achter elkaar geluisterd en mijn oren zaten te klapperen van, hè, klopt dit? Ik heb daarna de Bijbel gelezen en alles erbij gepakt en het is inderdaad compleet correct. De antichrist is de paus. Daar is geen misverstand over. De pauselijke zetel bedoel ik, hè? En ja, bedankt jullie ook allemaal voor jullie werk. En we gaan gewoon rustig verder. En wat je zegt, als er geen mensen kijken, of er kijkt er 1, 2, 3, 4 of 5, maakt mij niet uit. Ik wil gewoon dit graag doen. En ik vind het ook hartstikke leuk om te doen. En ik hoop dat we de volgende uitzending kunnen maken, ja. En voor mijn part, Maranatha.